de toekomst. Welkom in Texaco. Je kan je auto vertrouwen met de systeemster. We controleren de olie en ladingsgestelstel controleren. Ja, hij ziet er wel nep uit. Hallo vrienden, Goldie Wilson de derde voor Wilson Hover Conversation Systems. Weet je, toen mijn vader nog burgemeester was van heel veil, was bang voor verkeersproblemen. Maar nu hoef je niet zorgen te maken over verkeers. Ik zal zweven om je oude auto te converteren in een luchtbrugvlieger voor alleen $39,999. Dus kom hier en dan zie je me, Goldie Wilson de derde, op een van onze 29 handige locaties. Vergeet niet, laat ze nog steeds vliegen. Of je gaat gewoon naar Southwestern met onze Alabama Vegeta Tortilla Pita. We hebben hete salsa en avocado, cilantro, gemixt samen met jouw bonen, kip, rundvlees en varkensvlees. Wacht even. Welkom in de café de jaren 80, waar het altijd 's morgens in Amerika is en zelfs in 's avonds. Ons speciale is vandaag biscuiten gegrild sushi. We moeten een hostage special hebben, Cajun style. We moeten een hostage special. Jongens, dat is een special. Hey jongens. Alles wat ik wil is gewoon een Pepsi. Hey McFly. Ja, ik heb je rond zien lopen. Met Martin McFly zoon, is het niet? Biff? Je bent Marty Junior. Zware pauze, jongen. Het moet vast zwaar zijn dat je genoemd bent door een of een complete mafgeest. Wat heeft dat dan nou te betekenen? Hallo? Iemand thuis? Hey. Denk eens na, McFly. Denk. Oude man, meneer loser. Wat? Dat klopt. Loser met de hoofdletter L. Luister, ik weet dat George McFly geen loser meer is. Ik praat niet over George McFly. Ik praat over zijn zoon. Jouw oude man. Marty McFly senior. De man die zijn leven pakte en spoelde het helemaal compleet door de wc. Deed ik dat? Ik bedoel. Deed hij het? Hey opa! Ik zei dat je twee laagjes op mijn auto moest wassen, niet één! Hey, ik heb de tweede laag nog laatst op de auto gezet. Ja? Met je ogen dicht? Sorry, zijn jullie twee verwant? Hallo, iemand thuis? Wat denk je, Griff noemde me net opa. Voor zijn gezondheid. Hij is Griff. Opa! Wat denk je, waarom heb ik je betaald? Hey jochie. Zeg dat voor me tegen je oma. Eruit, opa! Hey, doe het rustig. En McFly, jij gaat nergens in. Jij bent de volgende. Dit is een videogame. Ik heb het gezorgd dat het werkt. Mijn vader vertelde me over deze dingen. Het is Wild Gun Man. Speel je dit? Ik zal het je laten zien, jochie. Ik maak een crackshot bij dit. Je moet je handen gebruiken. Het is net babyspeelgoed. Babyspeelgoed? Pepsi is goed. Verdomme. Pepsi. Huh. En McFly. Ik zei toch dat je hier even moest blijven? Riff, jongens, hoe gaat het? McFly. Ja? McFly. Wat? De veter zit los. Ja! Ah!
Dus, McFly, heb je nou een besluit besloten van vanavond gelegenheid? Ja, Grim, weet je, ik heb erover nagedacht. Ik ben niet zeker, omdat ik denk, weet je, dat het niet een klein beetje gevaarlijk zou zijn. Wat is er, McFly? Heb je geen scroot? Is een complete watcher. Wat wordt het, McFly? Doe je mee? Of niet? Ik denk dat ik niet zou gaan. Anders ga ik een kleine discussie krijgen met mijn vader. Je vader? Verkeerde antwoord, McFly! Je hebt verloren! Ja! Ja! Oké, Grim, ik doe het. Ik doe het, vriend. Wat je ook zegt. Blijf liggen en hou je kop. Blijf trappen, jullie twee. Nu, de juiste antwoord. Goed. Sinds wanneer ben jij het fysieke type geworden? De antwoord is nee, Griff. Nee? Ja, wat ben je, doof en stom? Ik zei nee. Wat is er, McFly? Kip? Boom. Hoe noemde je me, Griff? Kip? McFly? Niemand noemt me een... een kip. Oké, sukkel. Hey, kijk. Oh.